Het begrotingstekort voor 2020 is ruim 1,3 miljard SRD. Dit tekort is gelijk aan 4,3% van het bruto binnenlands product. De overheidsinkomsten zijn geraamd op ruim 12,4 miljard SRD, terwijl de uitgaven 13,7 miljard Surinaamse dollars bedragen. Dit zei president Desi Bouterse gisteren tijdens de presentatie van de jaarrede. Het totaal van de geraamde overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2020 bedraagt SRD 12 miljard 440 miljoen 228.000 Surinaamse dollars. De geraamde uitgaven bedragen in totaal een SRD 13 miljard 739 miljoen en 461.000 Surinaamse dollars. Het saldo van de totale ontvangsten en de totale uitgaven presenteert een tekort van 1 miljard 299 miljoen en 233.000 Surinaamse dollars. In de programma's is het beleid van de regering opgenomen. Hiervan zal ruim 6,4 miljard Surinaamse dollars uit eigen middelen worden opgebracht. Op de begroting bedragen de leningen en schenkingen ruim 5,9 miljard Surinaamse dollars. De operationele uitgaven hebben betrekking op de personeelsgerelateerde overige operationele uitgaven en kapitaalsuitgaven van de verschillende ministeries. Ten aanzien van de personeelsgerelateerde uitgaven gaat het met name om de kosten van lonen en salarissen, sociale premies. Met betrekking tot de overige operationele uitgaven wordt met name bedoeld de kosten van goederen en diensten, subsidies, bijdragen en schenkingen, kantoorkosten, aanschaffingen en klein onderhoud aan gebouw en terreinen. President Desi Bouterse gisteren in DNA bij de presentatie van zijn 10e jaarrede. Na de jaarrede diende hij de begrotingen voor het dienstjaar 2020 in.